Zo, die zit. Ons bomvol zomerseizoen met de allerleukste events is van start gegaan. Vorige week zag je Marleen nog verslag uitbrengen van de Roze Zaterdag in Utrecht. Maar waar hebben ze mij deze week naartoe gestuurd? Ik hoor het in ieder geval in Keulen donderen. Je ziet het zo in OutTV Events. Zondagochtend 11 uur. Je had het al geraden, of misschien van Marleen vorige week vernomen, maar we zijn in Keulen. Het jaarlijkse Christopher Street Event staat op het punt om los te barsten met meer dan 1 miljoen feestvierders. En je ziet het is prachtig weer en dat betekent hopelijk 1 miljoen ontblote torsels. Naar goede gewoonte start de parade op de Duitse Brücken. De laatste voorbereidingen worden getroffen, aggregaten worden gestart, dansmoves worden nog even gerepeteerd en dan kan het feest woehoe, losbarsten. Nou, ik herken je van OutTV, dat heb ik gewoon thuis. Geweldig. Ik heb week op de Roze Zaterdag nog alleen gesproken, dus ja. Ah, oké. Wat vind je van dit thema? Superleuk. Ja? Ja. Wat maakt dit verschillend dan vorige week voor je? Wat is veel groter. Beter weer in ieder geval. Echt gewoon groter. Ja. Is het eigenlijk nog nodig? Dit? Ja, ik denk het wel. Toch gewoon voor de integratie en het samen zijn, het samen groeien. Je ziet ook veel hetero-stellen, mannen, vrouwen. Dus ja. Lijkt me wel. Maar is dit niet eerder een fetisfeestje? Dit? Nee. Nee, absoluut niet. Jij loopt hier dagelijks altijd zo bij? Nee, nooit. Nee, maar nu vanuit het weer wel. En heb je al iets gezien? Nee, ze komen er volgens mij zo aan. En van andere vleeswaren? Nee, dat is niet de reden waarom ik hier ben. Gewoon gezellig, leuk, sfeerproeven, Duitse vrienden. Oké, dan wens ik je heel veel plezier vandaag. Tof, man. Wir sind die Homo-Störung und wir wollen ein Zeichen setzen, weil wir gerade noch daran vorbeigeschraubt sind, dass eine rechtspopulistische Bewegung mitgehen wollte im CSD und wir setzen ein deutliches Zeichen, dass wir uns den nicht nehmen lassen. Der CSD ist Vielfalt und der CSD ist Bond und da ist kein Platz für rechtes Gedankengut und darum sind wir die Homo-Störung. Das Thema von der Christopher Street Day ist wir sind so oder so. Wir sind er, gut dann auch. Met een kleurrijk logo, een fingerprint in de kleuren van de regenboogvlag benadrukt men ieders individuele identiteit. Maar hoe reageren de mensen op dit thema? We zoeken het even voor je uit. Bist du so oder so? Ik ben zo, ja. Ik ben ziemlich so oder so, ja. Bist du so oder so? Ja, natürlich. Ik ben zo oder so, ik ben zo. Bist du so oder so? Sorry. Ik ben zo. Zo oder so. Op alle Fälle schwul. Ja, sicher. So oder so? Ich bin so oder so, ja. Wir sind so oder so. Bist du so oder so? Ja. Auf jeden Fall bin ich so oder so. Ich bin so oder so. Ja. Und ich bin ganz wunderbar und ich bin fabulös. Nou, ik sta er helemaal geen reet van. Ja, zo of zo. In beide richtingen. Bist du so oder so? Ja, man muss einfach mal ein bisschen schauen, dass man bei allem vier sein und so oder so nicht auch ein bisschen die Politik und hinten runterfällt. Wir sagen jetzt hier Bundesstadt Braun. Ein bisschen aufräumen. Ein bisschen sauber machen. Es gab ja einiges zu tun da zuletzt. Mit Frau Köln und Konsorten. What do you think of the team? What's that? The team of this parade, do you think? Ah, it's nice, it's perfect. Yeah, I like that. Nice. It's wonderful, I love it. Is it necessary? Always. Why? My parents aren't very cool with me and so I hope it will change in the future. Tijdens Christopher Street Day is het meer dan duidelijk.
Wij zijn meer dan gewoon een minderheidsgroep. Wij zijn mannen, vrouwen, Duitsers, Russen, rijk en arm, moslim, atheïst. Mannen die heel mannelijk zijn, maar ook kerels die heel vrouwelijk zijn. Wij zijn er. Hoe dan ook. We zijn er altijd geweest en zullen altijd blijven. Toch is het ontzettend belangrijk om nog steeds zichtbaar te zijn. Al vanaf de eerste demonstratie in 1969 in Christopher Street in New York vormen we een duidelijke stem tegen homogeweld. En voor volledige rechtsgelijkheid en 100% sociale acceptatie. Weer ziens, zo oude zo. Pride. Oh, I love this pride. I've been walking on this pride for 15 years now, and it's always great. God in the battle. One, two, three, four. Ra 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 ra. Looks like we're having fun. Yes, we're having fun, but it's also important to keep in mind that we are here, that the world is diverse and not everyone is the same, but we are different and we can have a big party together. Okay. Don't forget to poke face, okay? Yeah, I try, but we're just rehearsing on this. Our premiere is in next year, so it's all we know about Lady Gaga right now. Okay. We see each other next year then. Okay. Bye. Bye-bye. Christopher Street Day zou Christopher Street Day niet zijn zonder een heus gay feestje. En waar kunnen 1 miljoen gays naartoe? Op 3 grote pleinen in Keulen. Tja, een gay pride kan best vermoeiend zijn. Wat een topdag! Kom jij dit jaar nog naar Keulen en wil jij volgend jaar onze VIP zijn op dit event? Maak dan deze foto en stuur die naar redactie@oud.tv. En om het zoeken te vergemakkelijken... Zo, en net als al deze verliefde steltjes die aan elkaar de liefde hebben verklaard, doe ik dat aan deze mooie stad en CSD. Volgende week zie je ons in Den Haag op de parade, so watch out!